ABAP voorzitter Ronnie Brunswijk zegt dat de partijen NSK, PDO, Nieuwe Stijl KTPI, Groep Joyo, waarmee de ABAP de verkiezingen ingaat, allemaal een toegevoegde waarde hebben in de verkiezingsstrijd om samen de grote winnaar te worden. Hij sprak zondag tijdens een kennismakingsvergadering van de partijen te Meerzorg. Brunswijk geeft aan dat de partijen samen een eenheid vormen. Wanneer je met je kameraad hoe gaat oorlog en je man is gewond, dan moet je niet bang zijn om je kameraad te dragen. Je moet charen, je moet showen wie soort verwonden en abi. Je moet de kameraadschap moet je tonen. En dat hebben we getoond 2020. Daarom heb ik PDO naar Nieuwe Stijl KTPI, naar DVS, naar Nieuw Suriname. De ABBA ervaring bij dat ik een partij ABBA, maar meer nog een leider Brunswijk. Enough make a spraak. De ABBA-voorzitter stelt dat alle partijen samen zullen optrekken en een ieder die potentie heeft een kans zal krijgen om zich te tonen. Usman Wangsebesari, voorzitter van Nieuwe Stijl KTPI, geeft aan dat Brunswijk de volgende president van Suriname zal worden als hij zo doorwerkt. Deze avond is de kennismakingsvergadering. Is dat trailer bij Barbara Rangassa? Dit is dan trailer. Dit is dan kennismakingsvergadering. Pak je het even met een toespang. Drie barke mauko. Wel, fiets als een nono. Dat press boss. Hoe ben je laatste akak bij Sebsa? Wel, luister naar de eerstvolgende massamitis zo aan Barbara Brunswijk. Dat we nog tek akak worden. Dat we ook tekenen. Dus ik wil presentatie naar zo'n kop, zo'n kop, zo'n kop. Maar dat oude wang was een beetje een foto, hard in een foto. Ja, dan, maar berasa, koroko, kobribi no srefi, kobekin aan master, kobekin aan albachtige, tak ayuna krijgt de overwinning, dan inderdaad, washi, tak je overwinning, otanga unu. Wang Sabesari geeft verder aan dat de partijen elkaar verder zullen inzetten om verkiezingswinst binnen te halen.